Ik ben blij met mijn eigen naam, Bas Muis. Ik heb er vroeger op school wel een klein beetje last van gehad, maar dat was echt niet zo erg. Maar stel nou dat ik mijn naam toch wil veranderen. In bijvoorbeeld Herman, of Frits, of bijvoorbeeld Aukje van Ginneken. Ja, kan dat dan zomaar? Kan iemand zijn eigen naam zomaar veranderen? Achternaam weet ik wel, voornaam weet ik niet. Ik denk via een advocaat. Ja? Ik denk niet dat het zomaar kan. Nee, zou ik niet weten. Ik heb het idee dat het kan als je nog jong bent. Maar dat het niet meer zo makkelijk kan als je ouder bent. Maar dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Mieke, ik zou bijvoorbeeld graag mijn naam willen veranderen. Kan dat zomaar bij een advocaat? Het kan niet zomaar. Je voornaam moet middels een advocaat. Je achternaam kan dat wel, kan middels formulieren. Maar er mogen geen gekke namen zijn, maar daar zit een strikte controle op. Dus je kan niet zomaar iets verzinnen dat je denkt van ik wil morgen... Jezus heten. Bijvoorbeeld Jezus. Nou, daar gaan ze niet mee akkoord. Nee, dat kan niet. Maar een normale naam wat maatschappelijk belang niet te kosten gaat, kan het allemaal gebeuren. Ik kom daar later nog op terug. Je bent een van de jongere advocaten van Nederland. In welk recht ben je gespecialiseerd? Familierecht. Onder toezichtstelling is dat, uithuisplaatsing, gezag en omgang. Je zei het net zelf al, uithuisplaatsing en onder toezichtstelling. Wat houden die termen precies in? Een onder toezichtstelling en een uithuisplaatsing houdt in dat jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming een kijkje gaat nemen tussen ouders. Of hoe het gaat met moeder en kind of vader en kind. En een uithuisplaatsing is een vergaande maatregel, zodat zelfs het kindje uit huis wordt geplaatst. Ingewikkelde klus lijkt me. Ingewikkeld is het omdat er heel veel emoties bij komt kijken. Ouders komen bij jou over de vloer hier en die zeggen help, mijn kind is uit huis geplaatst, wat moet ik doen? En jij moet het maar gaan oplossen en niet weten wat er precies gaande is. En je moet ze wel op hun gemak stellen, maar hun kind is uit huis geplaatst. Ik ben dus eigenlijk ook een klein beetje maatschappelijk werker naast het werk als advocaat. Ik zou dat eigenlijk niet mogen zeggen zo, maar ik voel me dat wel. En dat is ook wel het punt wat je doet met familierecht. Mensen komen bij jou over de vloer met emoties en het heeft niet alleen het juridische jargon, maar het is ook het maatschappelijke stukje wat je hebt om ze bij te staan. En uiteindelijk is het altijd in het belang van het kind. Zou uiteindelijk in het belang van het kind moeten zijn. Ik zat zelf te denken aan deze naam. Als ik denk aan advocaten, dan denk ik aan oude grijze mannen in veel te dure kantoren. Maar als ik hier zo eens om me heen kijk, dan is dat volgens mij niet het geval. Nee, dat klopt. Ik ben niet grijs en niet statig. Ik ben juist jong en ik sta dichter bij mijn doelgroep. En dat is ook wat toegankelijker. Het is zoals het is. En iedereen heeft een probleem en als ik daarmee kan helpen, dan doe ik dat graag. Wat voor klanten komen hier voornamelijk? Meer jong publiek. En dat is meer het gezinnetje dat jongens gaan trouwen, jonge kinderen hebben gekregen en problemen hebben en het zelf niet meer kunnen oplossen. Die komen naar mij toe en die roepen eigenlijk om hulp. Ik kan me voorstellen dat iedereen die hier binnenkomt niet een hele dikke portemonnee hoeft te hebben. Nee, dat klopt ook. En dat is meestal de angst van mensen om naar een advocaat te gaan stappen. Eén, ze hebben al een probleem met hun kind of met jeugdzorg en dan moeten ze ook nog naar een advocaat en ook nog eens gaan betalen. En daar moet je gewoon heel duidelijk in zijn, wat zijn mensen kwijt, wat kost het en wat gaat een procedure opleveren of wat ben je kwijt. Niet dat ze achteraf nog een dikke factuur krijgen en daar ook nog eens in de problemen mee komen. Waarom wilde jij nou zo graag advocaat worden? Ja, die vraag is me al vaker gesteld en kijkend naar mijn praktijk, kan ik hem nu uiteindelijk beantwoorden. Het is iets fantastisch om mensen bij te staan als je je zin krijgt met omgang of met een uithuisplaatsing en mensen zijn blij met je. En dat is een genoegdoening die je uit je vak kan halen. Maar er zullen ook zaken zijn die je niet helemaal kunt oplossen. En het belangrijkste is dan naar je cliënt te luisteren en haar nog steeds te steunen en niet de deur te wijzen. En dan kijken wat de beste mogelijkheden zijn om tot een goede oplossing te komen. En wat is het leukste dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Dat is een uithuisplaatsing die eraf is gegaan, de machtiging, kindertjes komen terug, moeder helemaal blij, huilend in je armen. En dan denk je, hé, hier doe ik het voor. En gaat het lukken met die naamsverandering? Ik heb gekeken, ik heb het verzoekschrift opgesteld voor je en binnenkort krijg je er een bericht over. Perfect. Het wijzigen van je voornaam is dus gek genoeg lastiger dan het veranderen van je achternaam.
Toch, met behulp van een advocaat, is het goed mogelijk. Willem-Alexander, we moeten door. Ja, kom eraan.